Hallo iedereen, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, druk gerust op de abonneerknop en op het belletje, dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe video van mij online komt. Als ik 50 abonnees heb op YouTube, ga ik iemand uitloten. Dus een giveaway doen en je kunt daar een spiritueel coachingsgesprek mee winnen van 15 minuten. Dus ik zou zeggen, abonneer jullie gerust. Later daar meer over. Ik ben ook actief op Facebook en op Instagram. Mocht je me daar nog niet volgen, neem gerust een kijkje. Daar kun je ook al mijn acties terugvinden. Dus ik heb een paar acties in mijn aanbod. De eerste actie is als je mij één vraag stelt. Deze beantwoord ik uitgebreid. De kostprijs daarvan is 11 euro. Dan de tweede actie is als je nu in december of in januari een spiritueel coachingsgesprek bij mij boekt. Dit kan bij mij thuis zijn of via call. Deze komt nu voor 1 uur op 60 euro in plaats van 75 euro. En voor 1 uur en 30 minuten komt dit op 85 euro in plaats van 100 euro. Dan heb ik nog iets in mijn aanbod, hetgeen ik nu een beetje zal doen. Het komt erop neer dat je gedurende 4 weken, 3 maal per week, een liefdesbrief ontvangt van jouw persoon of van jouw twin. Deze actie komt op 40 euro voor 4 weken. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een van mijn acties, stuur gerust een privébericht via Instagram of via Facebook. Vandaag heb ik een liefdesbrief gemaakt die wat de mannelijke, de vrouwelijke, dus in de vorige video, was het de vrouwelijke tweelingziel naar de mannelijke tweelingziel toe. Nu is het de mannelijke tweelingziel die een brief geschreven heeft naar de vrouwelijke tweelingziel toe. Dus mocht je nog niet gekeken hebben naar de ander, kijk gerust. Het kan ook zijn dus, dat het omgekeerd is. Kijk hoe het resoneert voor jezelf. Dus oké. We gaan eraan beginnen. Liefste vrouwelijke tweelingziel, ik ben heel slecht in toewijding. Daarom wil ik op dit moment niet aan jou herinnerd worden. Maar je moet weten dat ik je nooit zal kunnen loslaten. Want ik wil die verbinding aangaan met jou. Ik wil dan ook actie ondernemen en de concurrentie aangaan om jou terug te winnen. Want geen ander is te vergelijken met jou. En weet dat ik veel met je praat in mijn hoofd. Ook al hoor je me nu niet en is er misschien geen of weinig contact tussen ons. Ik weet dat we het kunnen waarmaken. Maar dan moet ik de waarheid vertellen. En daar ben ik nog niet klaar voor. Want ik ben daar nog een beetje opstandig in. Ik wil je ontmoeten, dus wees niet zo onzeker alsjeblieft. We zullen gaan voor die overwinning en elkaar iets te bieden hebben. Maar dan moeten er keuzes gemaakt worden. En daarin word ik onder druk gezet door anderen. Maar ik kom zeker terug naar jou toe, met het goede nieuws dat ik met jou een nieuw leven wil beginnen. Liefs, jouw mannelijke tweelingziel. Dit was de liefdesbrief van de mannelijke tweelingziel naar de vrouwelijke tweelingziel. Bekijk gerust ook de vorige. Dus mocht het niet resoneren met deze, je kunt gerust ook kijken naar de andere. Bedankt voor het kijken en tot later.